Nou, het is gewoon een supercup tussen Schiedam en Vlaardingen. Dus de kampioenen van Vlaardingen en de kampioen van Schiedam, die spelen nu een supercup tegen elkaar. Dus het is niet eigenlijk een toernooi. Ja, ze hebben allebei een toernooi gewonnen. Dus ze zijn kampioen van Vlaardingen, kampioen van Schiedam. En daardoor spelen ze nu op deze wedstrijd tegen elkaar. En dat hebben wij toen in het leven geroepen, gewoon ook voor de leukigheid. Maar ook, het is ook wel een serieus item geworden nu in Schiedam. Het belang is heel erg groot, want het is de Schiedamskampioen tegen de Vlaardingskampioen. Het is de supercup. Eigenlijk 2 jaar geleden zou die gespeeld moeten worden. Door corona natuurlijk is het allemaal niet doorgegaan. En nu hebben we het toch nog op de agenda weten te krijgen. En met als resultaat dat Hermes DVS en DVO om de felbegeerde cup strijden. Ja, we, normaal gesproken doen we het op woensdagavond voor de Hemelvaartsdag. Dus we hopen dat het wel een beetje volle komt vandaag. Want we moesten verplaatsen in verband met Feyenoord. Ik denk dat als we het morgen zouden houden dat er niemand zou komen. Dus hoop op een hoop publiek vanavond. Hoe voelt het om vandaag bij de Supercup aanwezig te zijn? U bent finalist. Ja, dat voelt als een eer. Wij vertegenwoordigen toch Vlaardingen. En het feit dat je hier mag staan in zo'n finale, dat zal je niet altijd overkomen. Dat hebben we ook tegen de jongens gezegd. Daar moet je wat mee doen. Het is vandaag aan hun om hier een vervolg aan te geven van 2 jaar geleden. Om die beker naar Vlaardingen te halen. Ja, leuke spanning. Toch een leuke wedstrijd, hè? De kampioen van Vlaardingen en de kampioen van Schiedam. En dan je speelt tegen een derde klasse die het aardig doet. En wij doen het aardig in de vierde klasse, dus ik verwacht een leuke wedstrijd. Het is ook voor mij een laatste kans om een prijs te pakken met mijn club. Het is ook mijn laatste seizoen bij DVO. En als ze mij en zichzelf een cadeautje willen geven, dan is dit de uitgelezen mogelijkheid om dat te doen. En dan de wedstrijd, met wat gespannen kopjes. Dat was ook aan het begin van de wedstrijd te zien. Maar, ondanks dat, komt Hermes op een 1-0 voorsprong. Maar onder deze fanatieke supporters weet DVO toch de 1-1 binnen te schieten. 20 minuten na de rust weet DVO toch op een 2-1 voorsprong te komen. En vlak daarna wordt het zelfs ook 3-1. Als het niet erger kon voor Hermes, legt de scheidsrechter de bal ook nog op de stip die binnen wordt geschoten. De wedstrijd eindigt uiteindelijk in 5-1 voor DVO. Dit betekent dat de Supercup mee naar Vlaardingen gaat. Nou, jullie hebben net de Supercup gewonnen. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. En hoe is het allemaal? Kan je even de wedstrijd even kort beschrijven? Wij wisten dat zij moesten als dus vierde klas tegen derde klasse. Ze moesten bewijzen. Ze hebben hard hun best gedaan. En wij wisten gewoon dat we rustig moesten blijven en gewoon kalm moesten blijven spelen. En aan het eind dan merk je gewoon een niveauverschil, conditioneel ook. Dus zo trekken we het over de streep. Wat gaat er vanavond? Even nog feest vieren? Ja, nog wel even een paar biertjes. Morgen wel vroeg op, maar we gaan nog wel even door. Geniet ervan, feest ervan.